Hallo, mijn naam is Nick Heemskerk en ik heb in 2021 de FIEP Westendorp Stimuleringsprijs gewonnen. Nou, mijn project is een graphic novel van Napoleons veldtocht naar Moskou. En het zal voornamelijk gaan over een kleine groep soldaten die dat dan heeft meegemaakt. Het zal een verzameling worden van al die verhalen van Napoleons veldtocht en dat je veel beter de levens van de soldaten ziet in een boek. En het zal niet gaan, hij zal erin voorkomen, maar niet gaan over Napoleon, maar voornamelijk over de soldaten. Ik heb een oom Rob, hij liet me deze film zien, Waterloo. En ik als kind was echt helemaal van, wauw, dat is me zo bijgebleven, die verhalen. Een soort van dat ik altijd wel had van, oh hier wil ik een soort van verhaal maken. En specifiek over die veldtocht van Moskou, omdat dat zo gigantisch en zo groot was. En zo, ja, een soort van, ja, echt episch ofzo. En ik dacht met de FIEP Westendorp, stimuleringsprijs. Kan ik iets zoiets groots aanpakken, anders had ik dat nooit kunnen doen. Nou, dan krijg je natuurlijk een flinke smak geld, waardoor je er veel beter op kan focussen. En waardoor je eigenlijk ook een soort van meer, voor mij creëerde ik veel meer rust, waardoor ik er veel meer mee bezig kon zijn. En dat je ook veel beter zoiets kan nadenken hoe je dat überhaupt wil aanpakken. Eerst dacht ik, toen ik begon met het project ook zelf, dacht ik, oh ja, ik teken dat even snel. Maar dan ga je eerst een beetje onderzoek doen. En dat loopt dan al vrij snel uit. Ja, hier zie je een gedeelte van de boeken. Nou, dit is een klein gedeelte van de stapel. Hier heb ik ook nog allemaal boeken vol. En hier heb ik ook nog, op mijn computer heb ik een hele drive vol gemaakt hoe het leger in elkaar steekt. Eigenlijk, je komt steeds achter meer dingen. Waardoor, ja, en dat met me zonder die prijs. Ja, zou je dat nooit een soort van doen? Zou je het nooit op zo'n grootse manier verder uitpakken en zo verder uitdiepen? Anders dan had ik het veel oppervlakkiger gemaakt. En nu kan ik echt de tijd ervoor nemen om het echt goed te maken. Ik weet niet of ik het ooit nog een keer zou doen in mijn leven. Maar door zo'n prijs wil ik dat juist expres zo aanpakken en daar ook echt helemaal in verdiepen. Mijn manier van tekenen is wat altijd een beetje comedy-achtig en ik zoek daar ook juist naar in mijn stijl, omdat dat veel meer het lichter maakt, waardoor sommige situaties behapbaarder zijn. Waardoor je, want het is echt een verschrikkelijke oorlog en door de manier van mijn stijl ik teken gewoon wat cartoon-achtiger, is het veel behapbaarder zoiets heftig te pakken en ik denk ook met een cartoon-achtige manier dat veel leesbaarder is voor mensen. Als je iets heel gedetailleerds pakt, dan wordt dat best vermoeiend om de hele tijd naar te kijken. En als je iets cartoonsachtig maakt, dat is het bijna net als een verkeersbord. Je ziet direct meer wat er staat, waardoor de lezer veel beter wordt meegenomen in het hele verhaal. En daar heb ik ook echt wel naar gezocht. Naar een beetje die grens te zoeken van wel mijn cartoonachtige dingen hou, maar dat ik het wel ietsje serieuzer heb proberen te maken om niet te veel de spot ermee te drijven met die mensen wat ze wel niet hebben gedaan. Naast de FIEP Westendorp prijs heb ik dus ook mijn praktijk verder kunnen ontwikkelen en eigen opdrachten of opdrachten kunnen aannemen. Ik heb dus bijvoorbeeld voor een fotoboekenwinkel heb ik een mascotte mogen ontwerpen, wat dus echt super tof is. De Donald Duck. Dat is een flink stapel. Ik doe er storyboards voor. En ik heb dus ook bijvoorbeeld voor de Belgisch kant de morgen tekeningen gemaakt. En voor het koffieblad. Ja, allemaal verschillende dingen. En soms sta ik op die stripmarkten en heb ik toch iets leuks kunnen verkopen. En dan heb ik een kleine zine gemaakt over hoe een atoombom nou werkt. Een kleine moleculen. Ja, en heb ik ook een button gemaakt van een eet met een hoedje op en hij draait. Dus dat soort gekkigheid. Voor de Antje de Koning wordt op shirts wordt het binnenkort gemaakt. Ja, van alles. De FIEP Westendorp Stimuleringsprijs die 2 jaar is nu dus voorbij. Maar ja, ik ben nog lang niet klaar. Ik ga nog lekker er tegenaan. Ik ben nu volledig aan het storyboarden van het verhaal, om het volledig af te maken. Daarna moet ik het in de stijl afmaken. Ik heb nu wel een uitgeverij, dat is Concerto Books. Dus ik heb de eerste paar pagina's en ik denk dat ik er nog wel een jaar mee zoet ben. En ik ga natuurlijk door met mijn freelance opdrachten.
Ik lig nu ergens hier, maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig met een boek over koeien waar ik voor gevraagd ben. Dus dat is ook hartstikke tof. En ik ben nu voor een, je ziet het een beetje, voor een stripblad bezig. Een stripboekwinkel die wil een stripblad beginnen. Dus ik ga nog volledig aan de bak. Ik wil dus de jury van de Vier Beste Dorpenprijs heel erg bedanken. Ze zijn streng maar rechtvaardig voor me. En ik denk daardoor dat ik het project tot een goed einde kan brengen. En dat het anders nooit zou lukken. Dus heel erg bedankt.